Zuid-Sudan stevend af op een katastrofale hongersnood. De mensen daar zijn raadloos en zien geen uitzicht meer in deze situatie. De oorzaak van deze hongersnood is onder andere de klimaatveranderingen en een corrupte regering. Aan tafel Kees-Jan Hooglander van SOA. Hij is onlangs in het land geweest. Goedenavond meneer Hooglander. Goedenavond. Ja, het is het jongste land van de wereld. Uh, nou, veel, veel mensen vanuit Zuid-Sudan die, die gaan dus ook naar Egypte zoals we net hoorden. Je kunt u even kort de situatie in het land uh, schetsen? Um... Ja, dat is niet eenvoudig met twee woorden te zeggen. Maar in het algemeen. Um, het is een arm land. Het is een, uh, een land wat. Uh, ook qua bestuur. heel uh, moeizaam loopt. Weinig infrastructuur. Het land kenmerkt zich door een, een natte periode. een nat seizoen van een half jaar. van mei tot en met uh, november. En een droog seizoen uh, daarna, daartussen. Um, en het is een, een land wat. wat ...weinig ontwikkeling heeft. Jaar op jaar is er eigenlijk hulp nodig om dat land verder te helpen... ...of in ieder geval te doen overleven. Ja. Wat er nu bij komt op dit moment is de verschrikkelijke oorlog in Soedan... ...ten noorden van Zuid-Soedan... ...waardoor mensen die in het verleden vanuit Zuid-Soedan naar het noorden waren verhuisd... ...en daar lange tijd zitten, weer terugkomen. En dat betekent dat er heel veel extra monden gevoed moeten worden... ...van het schaarse voedsel wat aanwezig is daar in Zuid-Soedan. Ja. Ja, dan nou kan ik me herinneren dat dat land ooit ook is ontstaan uh, in 2012 vanuit, uh, vanuit een burgeroorlog. Zuid-Soedan was het overwegende christelijke deel en Soedan het, het islamitische deel. Klopt. Uh, ja, speelt, speelt die achtergrond van de burgeroorlog hier dan ook nog een rol in? Um, nee, naar mijn inschatting niet. Uh, er is nu een burgeroorlog in Soedan, mm -hmm. waar, waar met name moslims wonen. Um, de oorzaak daarvan is, is mij niet helemaal helder, maar uh, daarvoor kennen we allemaal nog uit het nieuws. En dat speelt opnieuw op. Uh, wat ik heb ervaren in Zuid-Soedan, in het gebied waar ik was, is dat dat conflict daar in het noorden, in Soedan, heel veel mensen terugdrijft naar hun plaats van origine. En dat betekent voor Zuid-Soedan een enorme influx aan, aan teruggekeerde mensen... Die oorspronkelijk uit Zuid-Soedan komen. Ja, okay. uh, hoe, hoeveel mensen worden dan op dit moment getroffen door, door deze situatie? Um, in het gebied waar wij het over hebben, um, verscheen in, uh, op internet, in de, in de sector zeg maar, de, de officiële sites een alarmerende signaal van daar komt echt een katastrofale hongersnood. Speciaal in dat gebied. Dat gebied ligt vlak ten zuiden van Darfur, waar de oorlog nu heel heftig is. Het ligt naast een gebied wat nog steeds... Uh, we noemen dat een disputed area. Dat wil zeggen, Soedan en Zuid-Soedan zijn het nog niet eens over de grens. Ja. En dat geeft conflict. En daardoor komen de intern ontheemden ook naar dat gebied toe. En een derde oorzaak waarom het nou specifiek daar zo beroerd is... Um, het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft mondiaal het budget gehalveerd of enorm gereduceerd, en dat betekent dat de voedselhulp die ik noem dat in het Engels WFP, die organisatie, die is ook bijna gehalveerd. Dus mensen krijgen veel minder voedsel dan in het verleden tijdens een noodhulpactie. Dat zijn de redenen waarom nu specifiek in dat gebied zo'n extreme hongersnood is. Het betreft niet heel Zuid-Soedan waar ik op focus, nee. maar specifiek dat deel wat genoemd wordt um, ja, de, de hoogste trap van de ladder van hongersnood ja. daar in dat gebied. Het grensgebied dus, tussen Zuid-Soedan ja. en Zuid-Soedan. Ja. Ja. Hoe, hoe zijn deze mensen eronder? Ja, um, u kondigde al aan dat ik uh, best geraakt ben. Uh, ik ben in allerlei gebieden geweest. Um, maar ik sprak hier met de mensen die, met name de mensen die terugkwamen uit Sudaan. Mm -hmm. um, heel vaak zijn dat alleenstaande moeders. Um, polygamie is daar uh, behoorlijk uh, gewoon. Dat betekent dat mannen heel vaak niet thuis zijn, meerdere vrouwen hebben, heel veel kinderen hebben. Um, maar de vrouw die zorgt voor de kinderen en moet het zien te redden. Ik heb nogal wat vrouwen gesproken die met hun kinderen vanuit Soudaan naar Zuid-Soudaan kwamen. Als het al lukte om vervoer te vinden naar de grens, moesten ze dat laatste stuk in Zuid-Soudaan lopend. Vijf dagen en vijf nachten. Ik heb moeders gesproken die beroofd zijn, die gepakt zijn, handen op de rug, een tand eruit geslagen. Maar ook dat een zoontje van zeven jaar is meegenomen, waarvan wij bang zijn dat dat een kindsoldaat wordt. Dus zo, zo radeloos. Dat het spatte er voor mij vanaf. Een andere moeder die zegt, ik had een zoon van 15 jaar. Er kwam conflict. Hij werd uh, belaagd, zelfs door een gewapende groep. Geschoten, gelukkig mis. Maar die jongen die is weg en verstopt en laat zich niet meer zien. Die moeder staat nu ook nog zonder die zoon van 15, die haar rechterhand was in het runnen van de familie. Ze zegt, ik ga me vanavond ophangen als ik hem niet vind. Weet je wel, zo, zo heftig. Zo Misschien doen ze het niet, maar de, de radeloosheid, ja, die, die trof me wel, ja. Ja, ja u bent vaak hier uh, in de studio geweest. Klopt. U, u heeft uh, gesproken over het tal van, van rampen ja. over de hele wereld. Ja. Maar ik, ja uh, als ik zo vrij zei, gezegd, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik u echt zo emotioneel zie worden. Ja. Um, dit was een, wat we noemen een needs assessment, een onderzoek naar de noden. Mm -hmm. En dat betekent ook dat je direct in gesprek gaat met, met de mensen. Dus ik had nu ook... Andere keren doe ik meer op de achtergrond, coördinatie enzovoorts. Ik sprak nu met de beneficiaries, de mensen zelf. Um, en ja, inderdaad raakt het mij heel diep. Uh, die mensen hadden nu al geen eten meer. Uh, ze hadden s' ochtends een kopje thee op en dan moesten ze de hele dag mee doen. Terwijl het moeilijke seizoen, vlak voor de Nieuwe Oost, moet nog komen. Want ik, ik kwam daar om te focussen op die wat we noemen de magere maanden, zeg maar. Als al het voedsel op is, de, de prijzen sky high voordat de nieuwe oogst. Dus, nou, ze overleven het nu al niet. Dus hoe moet dat straks van april tot juli, als er echt niks meer is en waar de prijs nog verdubbelen? Ja. ja. U heeft dus met talloze mensen uh, gesproken en, en geïnterviewd en ja. Ja, misschien kleine correctie, want ik kan dat nooit in twee weken honderden nee. mensen. Dus ik heb een, een, een team, een lokaal team. Uh, Datacollectors of hoe je het noemen wil, die gaan met een tablet op stap. Ik heb een, een vragenlijst gemaakt van heel veel vragen. Van hoe is je situatie? Hoe schat je in dat je overleeft? Wat ga je doen als je geen inkomsten hebt? En die mensen zijn allemaal interviews gaan houden. En zo heb ik 400 gezinnen geïnterviewd om een beeld te krijgen. Wat is nou de actuele situatie? En ik doe dat om hier bij donoren aan te tonen van... jongens, de nood is zo hoog. Dit zijn primaire data van de mensen zelf op dit moment... Kom alsjeblieft over de brug en help, want deze mensen gaan dood als we niks doen. Dat, ja. dat is echt de situatie. Okay. Hoe, hoe vinden deze mensen het dan dat, dat ja, toch een, een Wit-Westeling naar hen komt uh, om, ja. Ja, om dit te vragen? Ze bedankten mij dat er een, 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 een stukje hoop ontstond, want er werd aan hun gedacht. Mm -hmm. Er kwam iemand die toegang heeft tot institutionele fond, fond, fondsen. Mm -hmm. en, um, en in ieder geval een poging deed om hun in deze benarde situatie te helpen. Dus ik werd, ik werd uh, hartelijk bedankt voor de, voor de energie die ik erin stak. En ze hoopten heel erg met mij dat het mij zou lukken om geld te vinden. en door te stappen naar actie om hun een leven te houden. Want daar gaat het over. We hebben het over leven en dood. Ja. Ja, want uh, nou, u zei net al, van, u, u wilt deze data die u verzameld heeft, deze, deze interviews, gebruiken om uh, ja, de noodonderdonators hier in Nederland aan te tonen inderdaad. Ja. Uh, ja, hoe, hoe gaat u dat uh, verder doen? Wat, wat gaat u met deze interviews dan doen? Ik heb een rapport gemaakt uh, waarin alle data op een rij gezet zijn, ook in grafieken en, en, ja. en tabellen. Maar waarin je duidelijk ziet van ja, voedsel in de komende maanden is bijna 90% van de mensen zegt van dat is nummer 1 prioriteit. Dus ik weet, wij moeten voedsel daar zien te krijgen. Het zij dat we het via cash distributie doen... en dat mensen zelf op de lokale markt die hoge prijs van voedsel kunnen betalen. Of we doen het wat we noemen in kind. Dus een direct voedselpakket overhandigen en dat een paar maanden lang. En ik ben heel actief op zoek naar fondsen om dat te kunnen... Doen. We hebben een voorstel neergelegd bij de VN-organisatie, die ook voedsel heeft en we wachten op antwoord. We hebben in onze eigen achterban ook uitgezet van: jongens, er is hele grote nood. Alsjeblieft, kom over de brug. En wij gaan dan, als we dat geld ontvangen, voorbereidingen treffen van op basis van welke criteria gaan we mensen in- en uitsluiten? Ja. En hoe ga je dat uitleggen? Dat dus mensen je kan het niet als het hele land redden nee. natuurlijk. Nee, ja. maar het water staat allemaal tot daar aan de lippen. Dus ik, ik heb daar nagedacht. Van, hoe kan ik uitleggen dat ik dadelijk de een uitsluit en de ander insluit? Ja. En je moet objectieve criteria hebben die je moet kunnen uitleggen. En daar een, een lijn trekken van, ja sorry, ik heb niet meer geld, maar jij mag en jij mag niet. Dat lijkt me een duivels dilemma. Ja, dat is het. Zo, zo ervaar ik dat ook. Ik heb daar die nood gezien en iedereen die je sprak, die, die zit aan de grond. En die zit echt met radeloze ogen. Dus ja. dat, dat wordt nog een hele... Klus, geld binnenhalen is één ding, geld goed wegzetten is een ander. Ja. Ja, want u noemde ook het, het VN-voedselhulpprogramma. Ja. Uh, zijn die bewust van, van de situatie daar in Zuid-Soedan? Inmiddels wel. Kijk, dat, die Verenigde Naties is een wereldwijd ja. verhaal. Politiek besluitvorming is ook op internationaal niveau. Dat daar in Awil in Zuid-Soedan ineens een enorm probleem ontstaat, dat wordt even niet meegeteld. Maar. WFP, om toch maar even die term te gebruiken, die, die zit er in Zuid-Soedan. En ZOA die praat in de clustervergaderingen van de VN met die organisatie. Van jongens, hier moeten we met elkaar wat mee. Want ZOA die kan misschien 12.000, 15.000 mensen gaan helpen, maar niet een aantal honderdduizend mensen die krumperen van de honger. Ja, precies. Um, hoe, hoe heeft u zich op deze reis dan uh, verder voorbereid? Had u enig idee wat ze kon verwachten van deze vraag? Die... Nou, um, so, als we de ladder nemen van van hongersnood, en nummer 5 is de hoogste en de mm -hmm. ernstigste situatie, die stond op internet. Dus ik wist, hier is een heftige situatie, want dat komt niet vaak voor in onze sector. Ja. Um, mentaal voorbereiden is lastig en daarom was ik gelukkig trouwens, nog steeds geraakt door de nood die je om je heen ziet en ervaart. Um, de praktische voorbereiding is: hoe maak ik een vragenlijst die de lading dekt en dat ik mijn informatie binnenhaal die ik nodig heb om aan donoren te laten zien en vervolgens hoe kan ik een programma met mijn collega's in zuid soedan uitstippelen waardoor wij op tijd de nodige hulp bieden zodat mensen overleven ja. en daarna als we die periode overleven tot en met zeg maar augustus als de oogstroom, hoe kunnen we doorstappen naar een stuk wederopbouw of weerbaar maken van gezinnen zodat we niet volgend jaar weer met dezelfde nood Geconfronteerd worden. Want Sudaan is wel een patroon van terugkerende hulp en noodhulp. Ja. En dat zouden we heel graag willen doorbreken. Ja, precies tegelijkertijd uh, gaat u daar naartoe en dan verblijft u, neem ik aan, in een, in een hotel. Ja. En de, kan ik me voorstellen dat het heel confronterend is. Dat, dat u dan ja. Ja, daar gewoon uh, ja. ontbijt en diner heeft ja. en een eindje verderop mensen ja. proberen van de honger. Ja. Dat heb ik vaker uh, ervaren. Um, ik, ik kan kiezen om te zeggen, van ik, ik doe daar niet aan mee en ik mm -hmm. eet ook niet. Maar dat, dat red ik niet. En dan wordt er niks gedaan. Ja. Het is een beetje flauw, maar ik, ik eet en ik probeer gezond te blijven met, met alle voorzorgsmaatregelen. Juist om te kunnen blijven helpen. Ja. En um, daar zijn die mensen ook wel van doordrongen. Van, joh, als jij stopt met eten en, en ook zo in de panerie komt, dan hebben we niks. Ja. Dat is het verhaal. Nu heeft uh, Zuid-Soedan dus te maken met een, uh, met een corrupte regering. Hoe zorgt u er nou voor dat, dat nou, het geld wat, wat u dan inzamelt, uh, ja. dat het dan ook niet ja. Ja, daar ergens blijft hangen? Ja, een hele goede vraag. Wij hebben daar een eigen ZOA-kantoor en een ZOA-team. Dus we zijn lokaal al, al uh, vanaf 1998 in Zuid-Soedan actief. We hebben daar een bankrekening, we hebben daar een kantoor, we hebben mensen die bij ons in dienst zijn. Dat maakt dat de geldstroom niet via de overheid loopt of via een, een, een derde partij. Wij gaan direct naar onze bankrekening en kunnen dus zelf daar ook bewaken dat het geld wat we krijgen besteed wordt aan de, de, de noodhulp die we willen. En wat merk je dan wel van die corrupte regering als u daar bent? Nou, wat ik bijvoorbeeld ontdekte is uh, een aantal jongens die teruggekeerd waren uit Soedan en water gingen halen, een half uur lopen, een half uur terug, voor 20 cent een jerrycan verkopen op de markt. Die werden van de markt getrapt en in elkaar geslagen, want er was conflict tussen de lokale bevolking en die teruggekeerde mensen. Er zit een politie te kijken hoe dat allemaal in elkaar geslagen wordt en komt niet in actie. Dus ik had het daarover met mijn collega van: joh, daar is toch een politie voor om een stuk veiligheid. te. Mm -hmm. Hij zegt: die man die verdient 3 dollar per maand. Hij zegt: die wil eerst geld zien voordat hij opstaat en wat gaat doen. Ja. Weet je, dan denk je, ja. Ik snap die man, want die, die, die moet ook van niks leven. Dus die zoekt alternatieve inkomsten. Hij heeft waarschijnlijk ook last van die hongersnood die er is. Misschien ook, ja. ook. Ja. Dus dan snap je het enigszins. Maar zo merk je wel een stukje corruptie in alle lagen van, uh, ja. van de zuid soedanese overheid. Ja. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende tijd voor dit land? Um, bij mezelf heb ik wel eens gedacht... als je de wortel, de wortel van deze ellende... Of een deel van de, van, de, van de problematiek aan wil pakken, dan zou er eigenlijk waarschijnlijk een andere regering moeten komen. Die het beste voor hun bevolking voor heeft. Die geld gebruikt voor infrastructuur, voor verbetering van, van basale uh, services. Hè. School, health, uh, gezondheidszorg. Ja. Er zijn bijna geen klinieken en als ze er zijn, is er geen personeel. Nou, dat soort dingen, dat, die, die grote aanpak die wij niet kunnen bewerken, is nodig om, om echt structurele verandering. Ja. Als je kijkt naar wat ZOA kan doen, dan is het op lokaal niveau na het adresseren van de nood, mm -hmm. noodhulp proberen um, ge, verbeterde zaden te geven, goede technieken, een stukje opleiding geven, uh, gereedschap geven. Dat, dat, dat mensen, mensen zelf uh, kunnen weerbaar worden voor dit soort schokken. Dank voor de toelichting. Kees van Hooglanden van ZOA. Graag gedaan.